Welkom bij de snelle sessie van Walter Lioen. Fijn dat we een presentatie over dit onderwerp hebben. Er was zelfs al een NLUG-lid die heel specifiek zei van goh, zou u niet dit onderwerp op de agenda willen zetten? Dus fijn dat Walter hiertoe bereid was. Walter is manager van die hele omgeving. Ik hoorde ook wat jaloerse geluiden uit deze community toen er werd verteld, toen we in het nieuws lagen van goh, er is een nieuwe supercomputer en er zitten gigantisch veel EPIC-processoren in. En toen zei iemand van aha, daarom kan ik ze nu niet kopen. Maar ja, goed. Walter, fijn, bedankt voor je komst. Dankjewel, Rogier. Ik zie dat er hier een gekke pop-up komt, dus die moet ik even kwijtmaken. Dankjewel voor deze korte introductie. Voor de mensen die me niet kennen, bedoel, ik werk bij Surf, duidelijk verhaal. En ik ga zo nog even iets over Surf zelf vertellen. Zelf ben ik vanaf begin jaren 80 bezig met supercomputing. Ik heb vroeger op het CWI gewerkt, zoals het later is gaan heten. Ik heb, en Rogier die vroeg me op een gegeven moment, zou je iets kunnen vertellen over Snellius tijdens de NLUUG? En by the way, ken je de NLUUG? Ja, die ken ik. Ik heb in mijn CWI-tijd, heb ik hier begin 90e jaren een keer iets verteld over RSA Challenges, waar we op dat moment mee bezig waren op het CWI. Dus de gebruikerskant en perspectief, dat ken ik heel goed. Ik ben 2007 ben ik uiteindelijk bij SARA geland en, als adviseur, dus met de voeten in de modder. En ik ben langzamerhand afgezakt naar het managementniveau. Dus ik hoop dat ik nog steeds weet waar het over gaat. Voor de mensen die Surf niet kennen. Kijk, dit is nou dus erg fantastisch. Ik heb hem er net mee gestart. Dan doen we het gewoon met de hand. Oké. Voor de mensen die Surf niet kennen, dat is de ICT-organisatie in Nederland die alle IT-diensten voor onderzoek en onderwijs levert. En we proberen daarbij alles gewoon zo flexibel mogelijk voor alle partijen neer te zetten. Surf zelf is een coöperatie, echt een ledenorganisatie. We hebben meer dan 100 leden en daar zitten alle wetenschappelijke, alle universiteiten, alle hbo's, mbo's, umc's en de onderzoeksinstellingen. En dan kom je bij elkaar op tegenwoordig iets van 130 leden. Mensen die over de supercomputing tak, dan kennen mensen SARA. De naam is ooit veranderd naar Surf SARA en tegenwoordig bestaat er nog maar één Surf. Dus het is ooit in 1971 begonnen als een academisch rekencentrum in Amsterdam. De twee universiteiten en het CWI. Onafhankelijk geworden. Een deeltje commercieel afgevorkt. Onderdeel geworden van de Surfcoöperatie. En uiteindelijk, sinds begin dit jaar, zijn we samen met Surfmarket, Surfnet en Surfsara nog maar één entiteit. En dat is Surf. De eerste supercomputer die in Nederland kwam, of de eerste nationale, laat ik dat heel goed zeggen, dat is Cyber 205 die destijds bij SARA werd neergezet. Dat is ook het systeem waar ik, dat was niet eens de eerste super waar ik op werkte, dus ik heb er een aantal voorbij zien komen in de loop der tijd. Dus daar kan ik hopelijk nog iets over vertellen. Vraag 1 is altijd van, wat is nu eigenlijk een supercomputer? Nou, eigenlijk is dat iets wat continu aan inflatie onderhevig is. Maar het staat altijd in het voorfront van rekencapaciteit, snelheid, grootheid. Maar het heeft ook alles te maken met de budgetten. Maar dat gaan we later zien als we ook even vergelijken waar we nou internationaal staan. Maar als ik zelf iets moet zeggen, als je dan gewoon een fatsoenlijke server pakt of een laptop, dan moet je minstens 1000 of 10.000 van dat soort servers nemen. En als je dan naar de allergrootste systemen ter wereld gaat, moet je dat zelfs opschalen tot een miljoen keer een gewone PC. Links heb ik het fotootje van Snellius, waar we het vandaag verder over gaan hebben. En rechts, dat is de snelste supercomputer ter wereld op dit moment. Dat is de Fugaku. Komen we ook nog even op. Nou, iedereen heeft een eigen laptop en ik probeer altijd uit te leggen. En aan dit publiek is dat natuurlijk helemaal niet nodig van wat nou het referentiekader is. Je hebt een laptop, er zitten een aantal cores in, er zit wat beperkt hoeveelheid geheugen, disk space in.
En mensen die dat willen, die kunnen daar al parallel op rekenen. Dus je kan die cores die daarin zitten, die kan je tegelijkertijd aan één probleem laten rekenen. Je kan ook die GPU's laten rekenen. En wat dan ook nog een keer heb je, zeg maar, je kan ook met een cluster werken. Als je in een afdeling of in een bedrijf werkt of een onderzoeksgroep, die hebben meerdere van dat soort systemen staan. Die staan in een netwerk. En als je programmatuur daarop aanpast, kan je die gezamenlijk aan één probleem laten rekenen. Wat we altijd moeten doen, is een beetje verwachtingsmanagement. Mensen denken dat als je zo'n systeem hebt en op een node terechtkomt, dat zo'n node dat die sneller is dan je laptop. Dat is natuurlijk niet zo, want ik bedoel, de kloksnelheden en de architecturen die zijn hetzelfde. Wij proberen die CPU's allemaal zoveel mogelijk uit te nutten. Dus op een laptop heb je vaak mensen die single-threaded draaien. En dan kom je in turbo-boost mode en dan draai je op een klok die hoger is dan gemiddeld op zo'n systeem. Het echte verschil zit in het vele malen grotere aantal cores. Nou, ik vergelijk het altijd even als we het over aantallen hebben. Dit publiek hoeven we ook niet uit te leggen wat de SI prefixes zijn. Maar ik probeer het altijd even uit te leggen aan de hand van het aantal Nederlanders en het aantal wereldburgers. En dan heb ik het over 17,5 mega mensen in Nederland of 7,9 giga mensen op de hele wereld. En ik heb gewoon een overzichtje gemaakt, dat ga ik niet doorlopen. Het aantal cores en memory en alle andere karakteristieken die nu in de huidige eerste fase van Snellius ter beschikking zijn. En dat zet ik dan af tegen die, wat ik op de vorige slide had staan, standaard PC noem het even. En dan zie je dat daar een factor 1000, 10.000 in ons geval, redelijk aan de orde is. De peak performance die rekenen we in een hele gekke eenheid. Dat noemen we een flop. Een flop, dat is een floating point operatie per seconde. En dan heb ik daar ook als voorbeeldje staan, als we het hierover hebben in onze context, dan hebben we het meestal over 64 bits floating point aritmetiek. En uiteraard kan je ook single precision en voor machine learning toepassingen kan je zelfs naar 8 bits precisie toe gaan. En dan haal je veel hogere snelheden, ook in de architecturen die hier ter beschikking zijn. Maar deze definitie van een flop gebruikende, dus dubbele precisie, dan is het systeem wat we nu hebben neergezet, heeft een peak performance van 6 petaflop. En dat is, als je alle Nederlanders tegelijkertijd zou laten rekenen op dit moment, moet iedere Nederlander 350 miljoen van dit soort vermenigvuldigingen doen die daar op het scherm staan. Nou, waarom moet je supercomputing doen? Nou, dat is ook vrij eenvoudig. Er zijn een aantal dingen die je gewoon in de praktijk nooit zal kunnen doen. Je kan niet een sterrenstelsel in je reageerbuisje kijken hoe zich dat in de tijd ontwikkelt. Dingen te duur, te gevaarlijk, te grootschalig. En ik heb al even astronomie aangeraakt, maar mensen die kennen natuurlijk weersvoorspellingen, klimaatvoorspellingen. Dat zijn typisch de dingen waar heel veel rekentijd in gaat zitten. Die top 500 is er, internationaal. Daar staat een ranglijst van publiek bekende systemen. Er zijn natuurlijk allerlei agentschappen die ook eigen systemen hebben die niet op de lijst willen staan. Er zijn ook bedrijven die niet op die lijst willen staan. Maar dit is wat publiek bekend is en daar wordt een simpele benchmark gedraaid. En wat daar gedaan wordt, dat is eigenlijk het oplossen van een stelsel met wat je op de middelbare school leert. Twee vergelijkingen met twee onbekenden. Alleen dit gaat iets groter. We hebben het over een iets groter aantal cores. En de snelste machine ter wereld, ik had hem al even genoemd, dat is de Fugaku. Die heeft wordt daar een stelsel opgelost van 21 miljoen vergelijkingen met 21 miljoen onbekenden. En voor mensen die complexiteitstheorie kennen, dit is een kubisch proces. Dus dit is het aantal operaties, is die 21 miljoen tot de derde. Nou, de kern van dat verhaal wat je daarin moet doen, dat zijn matrixvermenigvuldigingen en typische hardware in CPU's en GPU's. Die zijn uitermate geschikt om die berekeningen te kunnen doen. Dus je kan allerlei kanttekeningen maken van is dit een goede benchmark of niet. Het is wel de bekendste metriek die al sinds 1993 gebruikt wordt. Dus op die manier kan je ze allemaal tegen elkaar afzetten. Wat belangrijker is, wat ik altijd probeer aan te geven, is het gaat eigenlijk om de echte applicatiesnelheid. Applicatie waar jij in geïnteresseerd bent, die wil je snel kunnen draaien. En wat je die benchmark doet, dat wil je wel weten. Dus als mensen een sportauto kopen, dan willen ze ook kunnen vertellen van hoeveel kilometer per uur je daar op een circuit kan rijden.
Maar belangrijker is gewoon van wat kan je er in de praktijk mee doen. Dus als je een Ferrari hebt en door Amsterdam gaat rijden en dan 50 km per uur haalt, dan doe je het heel goed, denk ik. Als ik nu mijn huidige telefoon, dat is al een iets oudere, 2017, als ik daar die Limpact benchmark op draai, dan kom ik iets van 12 gigaflop. En als ik dat vergelijk met de nationale supers die we hebben gehad, dan is dat vergelijkbaar met een grote Cray, foto die staat rechts, die in 2000 hier pas is afgevoerd. Dus mijn telefoon heeft meer geheugen en rekent sneller. En nou bevriest hij weer. Oké. Moore's Law, iedereen kent hem. Was oorspronkelijk bedoeld om te kijken van hoe gedraagt zich een chip. Hoeveel transistoren, wat is daar de groei en de tijd. En de observatie was meer dan 50 jaar geleden, dat verdubbelt iedere 2 jaar. Inmiddels is daar een andere twist aangegeven en is er gezegd van ja, we kijken nu gewoon naar de snelheid. Maar er zijn een heleboel processen die allemaal exponentieel blijven groeien. Hoeven ook niet meer uit te leggen, sinds COVID weet de hele wereld wat exponentiële groei is. En tegenwoordig is het eigenlijk meer dat het aantal cores aan het verdubbelen is, want die kloksnelheden die zijn allemaal gelijk gebleven en de architecturen die qua mogelijke operaties die blijven ook gelijk. Stukje historie, de eerste supercomputer die we hadden die was in 1984, die staat ook rechtsboven. En we hoeven er niet helemaal doorheen te lopen, in 2021 waar we nu zitten, daar heb ik die 6,1 petaflop staan, dat is het Snellius systeem. En in 2022 en 2023 gaan we nog uitbreidingen doen. Wat je ziet als je naar die pieksnelheid kijkt, daar staat die exponentiële groei. Dat kan ik nog zo in een grafiekje laten zien. Maar wat leuk is om te zien, de hoeveelheid energie, die groeit wel. Maar qua orde grootte blijft dat ongeveer gelijk. Vloeroppervlak, tegenwoordig is dat gewoon rackspace. Ik bedoel, het vorige systeem was 45 racks. Het systeem daarvoor was ongeveer 45 racks. En wat we nu neer gaan zetten, dat is 45 racks. Dus het is allemaal redelijk constant. Investeringsbudgetten die we hiervoor gebruiken, die zijn ook constant. Ik bedoel, wat vroeger in guldens was, dat doen we tegenwoordig in euro's. Er zit natuurlijk wel wat inflatie in. Top 500. Nou, wat je altijd ziet, een systeem komt binnen op die top 500. En dan zakt die langzaam weg. En het laatste systeem, wat half oktober is uitgezet, het meest rechtse, dat heeft er vrij lang ingestaan. De hele wereld zie je dat de vervanging wat langzamer is gaan lopen. En we zijn daar op een positie nummer 45 binnengekomen, weggezakt naar 435. En in 2019 zijn we uit die toplijst gevallen. Nu staan we er nog niet in. Deze lijsten die worden in juni en november refreshed. Dus volgende week maandag wordt de nieuwe top 500 gepubliceerd. En dan weten we ook waar Snellius terecht gaat komen. Ik heb het ook nog in een grafiekje gezet. De rode lijn, dat is de nummer 1 machine. De blauwe lijn, dat is de onderste, dat is de top 500. En ik heb alle nationale supers er ook nog even in gezet. Dat is het groene lijntje. Dus je ziet, als je door je ooghaartjes kijkt, dan zie je een beetje de exponentiële groei. Er zit een knik in, dat weet iedereen. Dat heeft dan met iets technisch te maken. Dat is het einde van de Denaer-schaling. Iedereen voorspelt al heel lang dat de wet van Moore eindigt. Maar dat wordt al 40 jaar gezegd. Ik bedoel, het eind komt nu ook echt in zicht. Hij is ook echt aan het afvlakken en het wordt steeds ingewikkelder. Maar er komen nog steeds nieuwe technische inzichten waardoor je dingen kan verbeteren. Het verbruik in Nederland van de super. Kijken we naar het aantal vakgebieden. De meeste mensen kunnen zich dat misschien niet voorstellen, misschien ook wel. Maar de grootste gebruikers, dat zijn de chemici en de mensen die materiaalwetenschappen doen. Dus van hoe zien bepaalde structuren eruit of hoe werken bepaalde katalyseprocessen als je naar waterstofproductie kijkt. Dan heb je de dat is de technische wetenschappen, dus denk daarbij aan stromingsleer, vloeistofstromingen in zeeën en rivieren en luchtstromingen rond auto's, vliegtuigen, raketten, dat soort dingen. En dan de hele lange longtail, want dit is het enige nationale systeem in Nederland en daar moeten we alle onderzoeksgebieden mee kunnen faciliteren. Overzichtje van het verbruik naar instellingen. Nou, dan staan ze bovenaan de Technische Universiteit Delft, Twente, Eindhoven. Dat zijn de grootgebruikers.
Daarna komen de universiteiten Groningen, Utrecht, VU enzovoort. Het verbruik, komen we straks ook nog een keer op. We zetten niet in één keer het systeem neer, we zetten het gefaseerd neer. Als we in één keer een systeem neerzetten en bij Cartesius hebben we een enorme sprong gemaakt in performance. Dus in totaal zijn we daar 28 keer sneller dan wat daarvoor gestaan heeft. Als je dat in één keer zou neerzetten, dan staat hij in het begin helemaal leeg. En, want die mensen, die gebruikers daarvan, die moeten daar weer langzaam ingroeien. Dat duurt meestal een jaar. En daarom gaan we gefaseerd ieder jaar een nieuwe uitbreiding doen. Wat ook als voordeel heeft, als we dat goed in de tijd kiezen, dat we daar mee kunnen liften op de nieuwe architecturen die ter beschikking komen. Dat doen we tijdens het aanbestedingsproces, dat we precies die roadmaps proberen te volgen. Nou, Cartesius moest vervangen worden. Cartesius hadden we, het oudste deel was van april 2013. En de laatste uitbreiding was van december 2016. Dus in 2017 zijn we met de eerste memo's begonnen. Aanbesteding proberen te starten in 2018. Maar dat moesten we helaas stoppen omdat de subsidiegever op dat moment zei van ja, er is nog geen subsidie voor jullie. Als jullie nu verder gaan, gaan we ervan uit dat jullie daar voldoende geld voor hebben. Nou, we zijn een non-profit organisatie, dus daar hebben we niet voldoende geld voor. Uiteindelijk is dat allemaal geregeld in 2019. We krijgen 20 miljoen voor 5 jaar. En dat is dan 18 miljoen van OCW en 2 miljoen vanuit SURF eigen middelen. Maar het nog betere nieuws is dat er nu ook structureel geld beschikbaar is. Er wordt nu per jaar 6 miljoen opzij gezet voor de volgende generatie supercomputers. Dat is dan 4 miljoen van OCW en 2 miljoen van de instellingen die gebruik maken van het systeem. Tender zijn we gestart begin vorig jaar. Contract hebben we begin dit jaar afgesloten. En het systeem is inmiddels operationeel, maar daar ga ik zo natuurlijk meer over vertellen. Wat we hier proberen bij het nieuwe systeem, dat is de goede balans te vinden tussen general purpose computing, zoals we het noemen. Dus we hebben een heleboel gebruikers, we moeten iedereen kunnen bedienen. En je kan iedereen met CPU's bedienen. Als je mensen met GPU's kan bedienen, dan is dat de meest kostenefficiënte methode om te rekenen vaak. Want je kan daar heel veel meer operaties doen. Maar je programmatuur en je algoritmes die moeten daar geschikt voor zijn. Als dat niet zo is, dan draai je langzamer en dan ben je gewoon geld aan het weggooien. Dus daar proberen we de balans te zoeken tussen de hoeveelheid CPU-nodes en de hoeveelheid GPU-nodes. Wat we ook heel hoog op de agenda hebben staan, dat is het maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dan kan je denken aan groene IT, dus energie-efficiëntie, koelingtechnologieën. Maar bedoel, dat gaat veel verder. Het gaat ook aan over kinderarbeid, het circulair gebruik van grondstoffen en al dat soort dingen. Dat wegen we allemaal mee. Een aantal andere zaken, daar ga ik nu verder niet op in. Ik heb de on-demand strategie, het meegroeien met in de fasering, met de roadmaps van de leveranciers, die heb ik al genoemd. Nou, wat we gedaan hebben is, wat ik ook heb aangegeven eerder, het is heel belangrijk om te kijken van wat moet er nu gedaan worden op dat systeem, wat voor type berekeningen moeten daar gedaan worden. Ik had al die pie chart laten zien met vakgebieden. Nou, dan hebben we gekeken van wat doen onze gebruikers. Dus we hebben gekeken naar de applicaties die onze gebruikers, daar hebben we allerlei mooie statistieken over, daadwerkelijk gebruik. Verdeling over wetenschapsgebieden. Je wilt niet alleen maar dat er chemische codes in zitten. En je wil ook kijken dat je daar het schalingspotentieel, dus dat je niet op één core of één node, maar dat je ook naar heel veel meer nodes tegelijkertijd aan één probleem kan rekenen. Wat we toegevoegd hebben, dat zijn big data en machine learning applicaties. Omdat dat natuurlijk heel veel gebruikt wordt en een enorme tractie heeft op dit moment. Het wordt in allerlei toepassingsgebieden worden berekeningen die tot nu toe gedaan werden vervangen, zelfs door machine learning kernels. Uiteindelijk hebben we 8 applicaties gekozen. Kijkend naar de workload van Cartesius van 2013 tot eind 2019. Omdat dat het moment was dat we de tenderdocumentatie begonnen op te stellen. We hebben GPU-benchmarks toegevoegd en uiteindelijk hebben we die applicatie benchmark suite afgestemd met NWO en dat is een adviesgroep van NWO, de werkgroep gebruik supercomputers, waarin de vertegenwoordigers van alle onderzoekers in Nederland zitten. Waar gebruiken we die applicatie benchmark suite voor?
Nou, dat is metingen natuurlijk, voorspellingen, maar ook commitment van de leverancier. Als we een tender doen, dan willen we weten van, we krijgen een aantal aanbiedingen, die willen we met elkaar kunnen vergelijken. En dan kan een leverancier zeggen van, mijn code die gaat zo snel draaien op het systeem wat wij gaan aanbieden. Maar daar willen we ze natuurlijk wel aan kunnen houden. Het is een beetje lastig om ze op hun blauwe ogen te geloven. En dan kijken we niet alleen naar de snelheid, we kijken naar uiteindelijk naar ook de energie-efficiency. En de snelheid, dat is één ding, maar waar we nog meer in geïnteresseerd zijn, is in de throughput. Hoeveel werk kunnen we op het systeem doen? Dus ik kan je voorstellen dat als je niet de allersnelste CPU neemt, maar je neemt er wel twee keer zoveel. En als je dat ook nog een keer energie-efficiënt kan doen vanwege de kloksnelheid, waarmee je een relatie met energieverbruik is, dan kan je daar een optimum kiezen. Er zijn allerlei sweet spots. Dus uiteindelijk vergelijken we alle aanbieders op de throughput. Dit is even, en daar hoeven we niet doorheen te gaan, applicaties die er gekozen zijn, wetenschapsgebieden en ook de percentages van het daadwerkelijk gebruik. Dan zie je ook dat dat tot 45% optelt van het daadwerkelijk gebruik over de levensduur van Cartesius tot dat moment. En daar hebben we een gewicht aangegeven in de waardering tijdens de assessment van de aanbiedingen van de leveranciers. En daar hebben we iets meer spreiding in aangebracht, want als we een gewicht van 0,08% aan een code geven, dan hoeft een leverancier daar helemaal niks aan te doen. Dus dat hebben we een beetje naar boven getrokken en dan hebben we iets naar beneden gedrukt. Dat zijn allemaal mooie spelletjes. En tijdens de aanbesteding hebben we een aantal criteria gewogen. Die liggen allemaal redelijk voor de hand. Uiteraard hardware, architectuur, social responsibility heb ik, of de maatschappelijk verantwoord ondernemen heb ik al genoemd. En wat we heel zwaar hebben gewogen ook, dat is de applicatie performance. Dus die hebben we 40% gegeven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben we 15% gegeven. En dat zijn de van tevoren vastgestelde criteria waarop we de aanbieders hebben beoordeeld. Uiteindelijk heeft Lenovo dit proces gewonnen. Het was voor de mensen die dat interesseert een concurrentiegerichte dialoog. Dus dat is een hele intensieve vorm van aanbesteden. Pre-kwalificatie, 5 leveranciers maximaal selecteren. En daarna kan je in een soort draft forum schetsen wat je wil hebben als aanbieding. En kan je in dialoog, en dat is allemaal strikt gereglementeerd, dat je al die leveranciers op dezelfde manier moet informeren en kan uitvragen. En je moet ook allemaal weer delen wat daar met al die partijen gedaan is. Maar daarna kan je na zo'n dialoogsessie, kan je je ideeën nog aanpassen. En dan kan je ook aanpassen op de roadmaps. En dan moet je heel voorzichtig zijn dat je daarbij niet een specifieke partij gaat uitsluiten. Maar het levert je wel de beste oplossing uiteindelijk die je kan krijgen. Het systeem is uiteindelijk Snellius gaan heten. Genoemd naar een bekende Leidse wetenschapper rond 1600. En vroeger waren dat van die universele wetenschappers. Het is iemand die wiskunde, natuurkunde, humanist, linguist, astronoom. Maar het was een hoogleraar wiskunde in Leiden. En iedereen kent hem eigenlijk waarschijnlijk. Middelbare school natuurkunde, de wet van Snellius. Maar hij heeft ook heel veel andere dingen gedaan. Ik bedoel, hij heeft een methode bedacht om pi veel sneller uit te rekenen. Dat heeft hij toen dat gebeurde met de hand, hè, papier en potlood. 7 cijfers, later 34 cijfers, dus enorme rekenpartijen. Maar iedereen kent hem van de wet van Snellius. Ik heb dat plaatje er ook getekend. En ik ga daar niet de wet van Snellius opschrijven, die iedereen natuurlijk nog weet. Ik ga hem niet noemen. Maar als je kijkt naar een stok die in het water steekt, dan lijkt het net altijd alsof er een knik in zit. En dat is eigenlijk iets wat ontstaat door het fenomeen wat beschreven wordt door de wet van Snellius. En dit is een timelapse van het opbouwen van het systeem. Dat vind ik altijd zelf aardig om te zien, dus ik wou hem ook hier laten zien. We begonnen met het beeld van de Amsterdam Data Tower, waar die staat. Dat was dezelfde locatie als het Open BSD-verhaal waar we net naar hebben geluisterd. Dus dit staat op een andere verdieping. En hier zie je netjes de opbouw. Ik had al verteld, het systeem is opgebouwd door Lenovo. Hier zie je de waterkoeling. Het is een volledig watergekoeld systeem. En uiteindelijk is dit het plaatje van het systeem in zijn huidige fasering.
En het is onlangs ook geopend door de koningin. Dat is ook een mooie gelegenheid. En we zijn eigenlijk klaar om nu de wetenschap daar verder mee te kunnen gaan bedienen. En wat ik heb proberen aan te geven, het is zoveel mogelijk waar voor het geld. Nog steeds general purpose, steeds meer GPU's. En laten we snel gaan, want dat was de volgende vraag voor vandaag. Van, kan je ook iets over de architectuur en de softwareomgeving vertellen? Dan heb ik hier slides met een heleboel details. En dat is niet zo heel erg zinvol om voor te lezen. Maar ik zet ze daar neer, zodat iedereen ze kan zien. De epics, of de zijn al genoemd, van mensen die jaloers waren op de AMD's die we kregen. Dit is van tevoren geregeld. En, we hebben een goede connectie met AMD. We hebben een goede connectie met eigenlijk met alle leveranciers. En dan wordt er geprioriteerd, ook wereldwijd. En dit was op de een of andere manier ook voor zowel AMD als Lenovo als Nvidia redelijk prestigieus. Dit is de eerste hele grote AMD Rome installatie. Er zijn er ook wel andere inmiddels. En ook een eerste waar ook Ampère heel breed is ingezet. Peak performance van deze CPU, bedoeld zijn natuurlijk hele gekke CPU's. 128 cores bij elkaar in één node. We proberen daar het memory af te stemmen. Ik bedoel, je wil niet te veel memory hebben. 2 gigabyte per core is een gemiddelde iets wat we gebruiken. En daar kunnen de meeste mensen op terecht. Maar we hebben dan, en dat zijn dan de thin nodes, dat is de grootste gedeelte van het systeem. We hebben fat nodes met meer memory. En daar hebben we ook nog een keer local storage in zitten. En NVMe's. En dan hebben we nog 2 high memory nodes met 4 terabyte. En nog 2 high memory nodes met 8 terabyte. Totaal van deze fasering is 3 petaflop. Dan hebben we ook een GPU-deel. Dat zijn dan wel nog met Intel. Dus Intel Ice Lakes met Nvidia A100 Ampère. En dan de speciale, dat zijn de Redstone Building Blocks, waar je eigenlijk op één unit 4 GPU's hebt zitten. Dus dit zijn geen PCI Express insteekkaarten. En dit kan je ook alleen maar met direct liquid cooling doen. Dus dan zie je rechtsboven, plaatje op die noten, zie je ook al die koperleidingen lopen waar de koeling door gebeurt. Dit is even een overview die Lenovo gemaakt heeft. Dus dit zijn 25 racks. En de meerderheid, dat staat, ik weet niet of dat goed leesbaar is, daar staat thin op, dat zijn de thin nodes. We hebben 2 rekjes met fat nodes, we hebben GPU nodes. En uiteraard hebben we ook nog storage omgeving, een management omgeving. En we hebben nog iets wat IB heet, en dat is de interconnect, daar ga ik zo ook nog iets over vertellen. En de CDU, dat is dan een cooling distribution unit. Wat ik ook heb aangegeven, we gaan verder met fase 2 en fase 3. Gebruikmakend van de roadmaps van leveranciers. Dus in fase 2 gaan we alleen een CPU-uitbreiding doen. En daar mogen we alleen maar van zeggen dat dat de volgende generatie AMD EPYC is. En dan mag iedereen bedenken welke dat is. En voor fase 3 hebben we opties. We willen daar graag naar GPU's toe, maar we willen kijken hoe het gebruik zich ontwikkelt in Nederland. Als we het met CPU's gaan doen, dan komt er 2,4 petaflop bij. Als we het met GPU's kunnen doen, en dat is dan een volgende generatie Nvidia, dan komt er 10 petaflop bij. Maar we kunnen er ook nog wat storage bij doen. Maar afhankelijk van wat het gaat worden, en dat zal of CPU of GPU zijn, zullen we eindigen op iets van 13 tot 21,5 petaflop. Interconnect. Interconnect van een supercomputer of een cluster. Dat is het interne netwerk eigenlijk. En daar wordt bij high-performance computing wordt daar altijd InfiniBand gebruikt. Of bijna altijd InfiniBand. Dat is in ieder geval de grootste op dit moment. En daar heb je verschillende snelheden. De CPU-nodes die zijn het met de minste interconnect. Maar die zijn ieder bereikbaar met 100 gigabit. Dus iedere... Sorry? 1 keer 100. Het is HDR. HDR is in principe 200 gigabit, maar dat kan je splitten naar HDR 100. En de CPU-nodes die zijn 1 keer HDR 100. Dus 100 gigabit en dat kan je bidirectioneel doen. En zoals ik eronder heb staan is het een fat tree. Dus iedere node kan met iedere andere node tegelijkertijd ongestoord in 2 richtingen met 100 gigabit met elkaar communiceren.
Dat is een heel groot verschil met allerlei andere clusters. Wat ook nog heel erg belangrijk is bij InfiniBand, dat is de latency. Dus voor de gamers is dat de pingtijd, zeg maar. De hardware latency die gaat in de 100 nanosecondes. Daar moeten we het niet over hebben. Wij zijn geïnteresseerd in de applicatie latency. Hoe lang kost het om een byte te versturen voordat het aankomt in de applicatie op een andere node? Dan heb je het over een microseconde ongeveer, ietsje meer. GPU-nodes die worden iets zwaarder aangezet qua interconnect, 400 gig. Als we in fase 3 GPU's nemen, gaan we naar 800 gig interconnect. De switches die zijn puur HDR. Voor fase 2 en fase 3 wordt dat NDR, dus voor 400 gig switches. Fase 1, fase 2 en 3 zelf zijn non-blocking fat trees, twee lagen. En totale systeem, dat is dan een pruned fat tree. Dus alleen op het top-level zit daar een pruning factor. En dan zit hier iets geks te doen. Storage. Hebben we een aantal filesystemen altijd. We gebruiken hier een Lenovo storage oplossing. Het filesysteem is IBM Spectrum Scale. Mensen die kennen dat waarschijnlijk beter onder de naam GPFS. De home filesystemen die zijn op SSD's geplaatst. We hebben 6 keer 120 terabyte home filesystemen. Dus daar staat de normale data van de gebruikers, hun source files, hun inputfiletjes en dat soort dingen. En die 120 terabyte die is gesized, zodat je dit een filesysteem, als dat kapot of corrupt raakt, dat je dat binnen 24 uur kan restoren vanuit een tape backup. Dat is de reden dat het op deze manier gedaan is. Uiteraard hebben we nog een admin filesystem waar alle de images van het systeem opstaan en alle executables. We hebben een heel groot hard disk gebaseerd parallel filesysteem. Dat gaat richting de 12,5 petabyte. En dat is een parallel filesysteem, echt met een bandbreedte van enkele tientallen gigabyte per seconde. Als je dat naar meerdere disks vanuit meerdere nodes tegelijkertijd doet over die interconnect die er is. En dan hebben we nog heel apart een NVMe-based parallel filesysteem. En dat is bedoeld voor workloads waar een heleboel kleine files zijn. Mensen maken dingen bij ons wel eens kapot doordat daar een enorme IOPS rate is. Daar is het systeem eigenlijk niet voor bedoeld. Het systeem is bedoeld om hele grote datasets met hele hoge bandbreedtes te kunnen processen. Maar typische machine learning toepassingen, dan zie je dat er een heleboel kleine files zijn. En dat gedraagt zich niet goed op spinning disk. En ook de metadata servers die zijn hier anders gespekt. Ja? Geen Optane en geen WIM-based NVMe? Nee. Optane, dan heb je het natuurlijk over Intel. En dit is een de technologie. Ja. Maar die komt dan in de volgende generatie? De volgende generatie is ook AMD. Goeie vraag. Af en toe ben ik hier mijn focus kwijt. Softwareomgeving. Nou, compilers. We waren gewend aan Intel hardware in het vorige systeem. Maar als je kijkt naar in de loop der tijd hebben we allerlei verschillende architecturen gehad. Dus eigenlijk was de Cartesius eigenlijk de eerste Intel x86 systeem. Daarvoor hadden we een andere Intel Itanium. En nu gaan we naar AMD toe, dus nog steeds x86. We hebben nog wel Intel en dan de OneAPI compilers, maar op dit moment gebruiken we natuurlijk de GNU compilers, AMD compilers en voor sommige speciale toepassingen nog steeds Intel compilers. Maar goed, dat is altijd een beetje twijfelachtig. Van kan je dat redelijkerwijs gezond blijven gebruiken, want de eerste geluiden zijn er al dat Intel niet alles goed doet voor AMD en omgekeerd wordt deze dienst nu ook bewezen, heb ik begrepen. Verder hebben we voor de GPU's hebben we natuurlijk de NVIDIA SDK en daar zitten dan tegenwoordig ook de PGI compilers in. Omgeving voor de gebruikers, die stellen we ter beschikking. Er zitten een heleboel applicaties, enkele honderden applicaties die we van tevoren voor ze gecompileerd hebben op een optimale manier. De meeste onderzoekers die zijn niet geïnteresseerd in het installeren van software. Dat zijn chemici, die willen hun chemische codes kunnen draaien. Die moeten al optimaal gecompileerd, geconfigureerd voor een systeem zijn. Dat is een tak van sport op zich. Daarvoor gebruiken we een module-omgeving. Ik weet niet of dat bekend is, maar daar kan je verschillende versies
gewoon en in die module omgeving, dan wordt je pad aangepast en je manpad en je library path en al dat soort omgevingsvariabelen worden goed gezet, zodat jouw applicatie goed draait. Bouwen deden we vroeger allemaal handmatig, dus waren iedere keer met de hand gebouwd of mensen schreven scriptjes. Tegenwoordig is daar een easy build omgeving waar allerlei recepten in, dat is ook gewoon een community project vanuit Vlaanderen. Maar dat wordt, zeker in Europa, wordt easy build heel veel gebruikt. En we gebruiken ook Reframe. Dat is een regression testing framework. Dus we hebben Jenkins pipelines draaien die niet alleen naar de correctheid kijken, maar ook naar de performance. Bij upgrades van een systeem of bij upgrades van je operating system of compilers of libraries kunnen er altijd dingen misgaan, ook in de performance. Dus dat proberen we te controleren. Het systeem zelf, er zijn interactieve nodes, die laat ik voor het gemak altijd weg. Maar er zijn ook management nodes. Er zijn natuurlijk file servers die allemaal type nodes. Maar de echte user-facing nodes, dat is eigenlijk de compute nodes en de login nodes. En nog een paar andere service nodes. Die gebruik je meestal niet interactief. Dat is een batch-omgeving. Dus je maakt een shell script of een whatever script. Want je kan natuurlijk je eigen interpreter erin zetten. En dat wordt dan in een wachtrij gezet. Ik heb zoveel nodes voor zo lang nodig. En dat wordt dan automatisch in de tijd gescheduled. Dus een soort Tetris-spelletje. Kijken wat er allemaal in past. Met prioriteiten. We hebben een omgeving draaien. En dat heet dan Energy Aware Runtime. Dat is iets van van Barcelona Supercomputing, daar hebben we in ons innovatielab al mee samengewerkt. Dat is, op dit moment is dat gericht op Intel. En dat wordt nu ook aangepast voor AMD. En dat is een samenwerking met Barcelona, Lenovo. En wij gaan daar ook in meedoen. Maar daarmee kan je dus bijvoorbeeld met de kloksnelheid van die node spelen. En als je dan 10% van de kloksnelheid afhaalt, kan het ook betekenen dat je 10% van de energie afhaalt. Zonder dat, als het niet CPU-bound is, maar memory bandwidth-bound, dan heeft dat bijna geen impact op je performance, maar wel op je energieverbruik. Dus dat proberen we daarmee te minimaliseren. Onderhoud van de images van het operating system zelf, dat gebeurt in Confluent. En dat is een opvolger eigenlijk van Xcat. Ik weet niet of mensen Xcat kennen. Het is vanuit dezelfde ontwikkelstal ontstaan, ook open source. Operating system hebben we Red Hat 8, of enterprise versie. En dat is op een beperkt aantal nodes waar het noodzakelijk is, ook vanwege de support. Ik bedoel, als je het over file servers en dat soort dingen hebt en management nodes voor de InfiniBand, dan heb je ze daar nodig. Maar de meeste user-facing nodes die draaien CentOS Linux. Wat ook nog een uitdaging gaat leveren, zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten. Maar dat hebben we dan gedaan omdat je anders heel veel licensekosten kwijt zou zijn, omdat je virtualisatie wil kunnen doen op die nodes. En we hebben het straks over meer dan 1000 nodes, dus dan is dat ook een behoorlijke licensekosten. En wat er nou na 1 januari is nog onbekend wat we gaan doen. Of we naar Rocky Linux gaan of wat dan ook. Maar die discussie hoeven we hier niet te doen. Ik heb het even naast elkaar gezet. Cartesius, Snellius. Aantal cores, dat is, wordt een factor 1,5 groter. Fase 1, dat is waar we nu zitten. Aantal GPU's, dat is ongeveer gelijk gebleven. Maar de performance die is, omdat we een paar generaties verder zitten, een factor 14 toegenomen. De totale peak performance die is nu 3,5 keer wat het was. En als we straks fase 3 hebben staan, afhankelijk van de keuze die we daar gaan maken, wordt dat 7,5 tot 12 keer sneller dan Cartesius die we hadden staan. Energieverbruik van het systeem, dat willen mensen natuurlijk ook altijd weten. En dan kijken we naar het typisch gebruik, niet naar de peak performance, niet naar de idle performance, want die is een stuk lager natuurlijk, omdat die in sleep modes gaat draaien. Dan, typisch gebruik van Cartesius is 884 kilowatt. Dat is het piekverbruik, dat is niet het typisch verbruik. Snellius, ik heb ook allemaal de piekverbruik opgeschreven, die kan het makkelijkst vergelijken. En fase 1, die 3,5 keer zoveel capaciteit levert, die gaat in iets van 70% van Cartesius draaien. Fase 1 en 2 samen gaan 1,5. Het volledige systeem, als we fase 3 GPU's nemen, gaan we 1,5 keer zoveel energie verbruiken. Dus dan gaan we richting de 1,5 megawatt. En om dan om een beeld te schetsen, het sommetje waar we altijd mee rekenen, en het is ietsje goedkoper, is voor een watt rekenen we een euro per watt per jaar.
Dus hier heb je het over 1,5 miljoen aan energiekosten als je het op deze manier uitrekent. Ik heb het ook even vergeleken met een gemiddeld huishouden in Nederland, 2900 kilowatt per jaar. Dat zou gemiddeld 330 watt zijn, dus als je dan naar de eerste fase gaat, dan ben je al 2000 huishoudens aan het voeden. Top 500, de laatste die gepubliceerd was, die was in juni dit jaar. Volgende week maandag komt de volgende. Ik heb hier, daar zie je de Fugaku op nummer 1 staan. Die draait 442 petaflop. Je ziet daar eerst Japan, US, een flink aantal keren, en China. Dat zijn de grote landen die elkaar aan het concurreren zijn in de race naar de exaflop. China die schijnt volgens de geruchten al twee exaflop systemen te hebben, maar die staan er nog niet in. En het is nog even de vraag of het Amerika volgende week lukt om nummer 1 te worden. Of dat China toch daar nummer 1 wordt. Het snelste systeem in Europa staat tegenwoordig in Duitsland. Ook NVIDIA A100 gebaseerd. Dus de GPU's die we ook hier hebben. Maar je ziet daar, zeg maar, bedoel de grootste systemen die gebruiken. Fugaku gebruikt 30 megawatt. Als wij dat hier moeten voeden, is dat 30 miljoen euro per jaar aan energie. Dat past niet in onze budgetten. Snellius fase 1, een CPU, een GPU, daar heb ik even een virtuele ranking bij gezet. Dat mag en dat kan je helemaal niet op deze manier doen. Maar als ze in de juni-lijst hadden gestaan, hadden ze op 254 en 339 gestaan. Ze zullen iets van 50 plaatsen verder eindigen. Dus ergens tussen de 300 en de 400 verwachten we dat ze volgende week binnenkomen. Dus we zeggen altijd van, we zijn niet we proberen hier niet de top 500 te winnen. Wij proberen hier de onderzoekers in Nederland zo goed mogelijk te faciliteren. Want als we dit hadden willen winnen, dan hadden we alleen maar GPU's neergezet. En by the way, om die benchmark te draaien heb je helemaal geen storage nodig. Dan heb je alleen maar die executable nodig en je hebt alleen je interconnect nodig. En, dus dan kan je een heleboel dingen weglaten uit het systeem. Je kan ook een heleboel memory weg gaan laten, want dan ga je het alleen op de GPU's doen. Hè. Dan ga je hem op die manier bouwen en dan ga je heel hoog eindigen. Wij hebben hier de balans tussen zoveel mogelijk. Maar het nadeel is ook, in theorie is het wel mogelijk om één grote benchmark te draaien op zo'n heterogeen systeem. Maar bedoel, in de praktijk gebeurt dat niet. En daarom hebben we hier een aparte notering voor de CPU's en de GPU's. Als je die zou opstellen, dit mogen we al niet, optellen mag ook niet. Als je het zou doen, dan kom je ergens in de begin 100 terecht aan peak performance. En dan doe ik hier mijn laptop weer even iets geks. Nou, als laatste wil ik afsluiten met een voorbeeld van een werk wat gedaan wordt op de supercomputer. En dan geef ik graag als voorbeeld het Computational Biomedicine project. Dat is een Europees project, samenwerking met onder andere University College London, UvA, een aantal andere instellingen. Barcelona Supercomputing Center, een heel groot Europees center ook. Die hebben een paar jaar geleden een film gemaakt, The Virtual Human. Er worden allerlei processen in het lichaam, die kan je simuleren op een supercomputer. Waar gewerkt aan is door SURF, dat is samen met de UvA, die rekenen aan bloedstromingen door aderen. En dan simuleren ze daar de rode bloedcellen. En die rode bloedcellen zelf, dat zijn al eindige elementenmodellen die kunnen torderen. En dat zijn er dan ook nog een keer heel veel. Gaan we zo zien hoe dat eruit ziet. En voor de rest kan je allerlei processen in het lichaam. Dus. En dit is een korte samenvatting van het filmpje. Ook dan een prijs heeft gewonnen. En hiermee wou ik ook eigenlijk afsluiten. Dus kijk er naar. Maar mochten er vragen zijn, dan. En dit is zeg maar zo'n ader waar dan die rode bloedlichaampjes uitstroomden. En dit werk is aan de UvA gedaan. En de visualisatie samen met onze visualisatiemensen van binnen de afdeling. Dat is een stand die geplaatst is.
En dan kan je ook weer kijken hoe aderverkalking rond die stent gaat plaatsvinden. Die witte rode, die herkent iedereen, dat zijn de rode bloedlichaampjes. En die witte dingetjes, dat zijn de bloedplaatjes. En dat was wat ik wou vertellen. Mensen die willen kijken, bedoel, er is ook nog bij de opening, voor de opening gemaakt een virtuele tour van Snellius. Dus je kan op de website kan je daar ook nog iets dichterbij bekijken. Dankjewel. Ik moet zeggen, bij die laatste beelden, dan, ik heb dan al het gevoel van waar zit dan de corona die tussen de bloed... maar goed, dat is... Corona-onderzoek, er zijn meer dan 10, 20 corona-projecten op Cartesius gedaan. Leuk. Ja. Onder andere, nou ja, tijdens de Research Week heeft Detlef Loze daarover gesproken. En die heeft ook over de 1,5 meter maatregel gesproken, bijvoorbeeld. En die blijkt dan ook temperatuur afhankelijk en luchtvochtigheid afhankelijk. En die 1,5 meter die klopt niet altijd. Soms moet het veel meer zijn. Ja. Interessant. Zijn er nog vragen vanuit deze zaal? Ja, ik zie de eerste achter, helemaal achterin. Ja, dankjewel. Het was een heel interessant verhaal. Zal ik even naar je toe lopen? Maar? Dankjewel, ik vind het een heel interessant verhaal. Maar, nou goed, dan steek ik hem zo in hoor. Als je even terug zou willen gaan naar de slide waarin je toont hoe de performance is ten opzichte van de bandbreedte op de top 500. Deze? Nee, ik gaf de grafiek, de management porno, echt een plaatje. Oh. Ja, jij ziet het, je verandert meteen als je directeur wordt. Dat is heel raar. Ja, die, dankjewel. Nou, uitgaande van het feit dat Nederland, ik geloof, de vierde rijkste land ter wereld is. En altijd een hele grote mond heeft over, ja, vooraan in de techniek en wetenschap. En dit is iets wat jij natuurlijk niet beslist, dat snap ik ook. Maar wat mij opvalt is, als wij een nieuw systeem hebben, dan is het helemaal gemiddeld. En daarna zakken we weg in de ranking. En op het moment dat we er net buiten vallen, dan, we willen er toch wel weer in. Doe maar weer een gemiddeld systeempje. Beetje kruideniersmentaliteit, waar ik denk, ja, je zou ook kunnen zeggen, als we een nieuw systeem doen, laten we bovenaan gaan zitten en er een tijdje gebruik van maken. Maar misschien is het een heel gevoelig onderwerp. Misschien kun je er iets leuks over vertellen. Nou ja, of het leuk is, dat weet ik niet. Misschien teleurstellend wat ik kan vertellen. Maar in 2012 is er een regeringsbesluit geweest zelfs dat we een van de snelste systemen in Europa zouden gaan krijgen. En daar zou 100 miljoen vrijgemaakt gaan worden voor wat een supernode werd genoemd. Dus dat moet je... We hebben het nu over de tiered systemen in Europa. De tier 0 systemen, dat zijn de 5 die bij Praise. En nu komt Euro HPC eraan. Die komen met de pre-exascale en de exascale systemen. Dus die zijn nog een keer een maatje groter. Maar dan had je het over een investering van 100, 200 miljoen die daarvoor nodig zou zijn. Nederland was dat serieus van plan. Alleen toen is er een commissie opgericht. Die moest kijken waar het geld vandaan zou komen. Moeten komen en toen begon de crisis en daarna is dat niet meer gebeurd. Bij het start van de aanbesteding 2017, toen we de memo's zijn gaan maken, hebben we een analyse gedaan waarbij we gekeken hebben naar van hoe verhoudt zich nu die performance tot het bruto nationaal product. En scoorde Nederland, die was de 1 na laatste. Ja, dus dat is helemaal waar. En een land als Polen doet het fantastisch. Ja, Zwitserland, dat is de grote winnaar. Maar Polen die deed echt 10 keer beter dan dat wij doen. En misschien nog steeds. Als je nu kijkt naar Europa, dan hebben we Euro HPC. Dat is de organisatie, dat is ook een aparte legal entity geworden. Die gaan ervoor zorgen dat er 3 hele grote exascale systemen in Europa komen. Om de competitie met
US, Japan en China niet te verliezen. Wat ook heel belangrijk is, dat ze daar eigen Europese hardware voor willen gaan gebruiken. Nou, dat is natuurlijk een enorme uitdaging. Er is een EPI-project, European Processor Initiative, waarin aan CPU en ook accelerators gewerkt wordt. Maar voordat je dat voldoende op orde hebt en het echt Europees kan gaan doen. ARM was natuurlijk een hele mooie, maar goed, dat was aan Japan verkocht en dat staat nu weer in de winkel, geloof ik. Ik weet niet waar dat gaat eindigen, maar dat gaat nog even duren. EuroHPC zelf... was Nederland een van de eerste 7 landen die dat ondertekend heeft. Ook met de intentie dat landen dan geld zouden bijleggen om voor die Europese systemen. Inmiddels is EuroHPC hebben iets van 30, 31 landen hebben in Europa, en iets breder dan Europa zelfs, die hebben die declaratie ondertekend. Van die 31 landen zijn er 2 landen die daar nog niet aan hebben bijgedragen. En Nederland is er daar 1 van. Dus als er mensen zijn in het lobbycircuit, feel free. Zijn er nu gesprekken gaande. Maar bij EuroHPC is niet SURF de gesprekspartner. Daar is het ministerie van OCW is daar de directe gesprekspartner. En die hebben op dat moment geen geld ter beschikking gesteld. Er waren in Nederland überhaupt... Ook voor SURF, maar alle universiteiten samen, werd er een soort masterplan gemaakt hoe de financiering geregeld moest gaan worden. En op dat moment wilden ze niet incidenteel gaan financieren om deel te nemen in EuroHPC. Dus daar blijven we nu achter. Op dit moment lopen daar allerlei gesprekken om daar nu op dit moment wel weer in te stappen. Maar dat zullen ook geen mega grote investeringen worden. Maar het is wel belangrijk om daar mee te blijven doen. En bedoel, wat we hier hebben staan in Nederland, dat is een goede middenklasse. Hè. We worden echt door alle Europese partijen, partners ook gezien als een groot, klein land, zeg maar. En dan samen met de UK en Nederland zijn dan... die zitten tussen alle andere Europese landen en die 5 hele grote landen in. Dus op zich doen we dat niet zo heel slecht. Maar ja, bedoel, qua financiering zou het anders kunnen en zou het beter kunnen. Sorry voor het lange antwoord.